Mavis, draai aan een magische wiel. Ja, ik heb TikTok. Yay! Nou, trek je TikTok-outfit aan. Strakke leggings en een witte crop top. Het shirt is versierd met kettingen. Er is een choker met kettingen aan de hals. Wauw, dit is zo cool. Hi. Mijn volgers zullen geschokt zijn. De video zal zeker viral gaan, want ik kan niet alleen in mijn kleding veranderen, maar ook in een vleermuis. Eens kijken hoeveel likes er zijn. Wauw, ik ben beroemd. We hebben dit stukje folder nodig voor haarspeldjes. Knip het uit en vouw het naar het midden. Voeg holografische navelversieringen toe. Prachtig. Kleur de briefjes als een logo. TikTok haarspeldjes zijn een grote trend deze dagen. Dracula is in zijn labo aan een geschenk voor zijn dochter aan het werken. Wat moeten we nog maken? Meng dit gif. Voeg een ander drankje toe. Oh, we hebben een reactie. Oh, vampiermagie, help me. Yes. Ja, het werkte. Lieverd, we moeten praten. Wow. Alleen nog wat erbij. Wat is er, pap? Verrassing. Woehoe. Oh, ik kan het niet geloven. Hoe heb je ze gekregen? Ik ben geschokt. Kijk eens wat mijn vader voor me heeft. Nu is het de beurt aan Ladybug om aan het wiel van de social networks te draaien. Ja, ik heb YouTube. Yay! Nou, ga je omkleden. Welke stof vind je leuk? Wit? Deze strakke stijl pronkt met haar lichaam. Het décolleté en de armen zijn versierd met rode netstof. Er is een glinsterende riem in de taille. Ladybug ziet er perfect uit. Hoi iedereen, ik ben Ladybug en vandaag leer ik mijn Amonee's coole yo-yo-trucjes. Ik ben een pro in Material Arts. Ouch, ik raakte in de knoop. Oké, deze video was niet erg goed, maar het was grappig. Marinette uploadde de video naar YouTube en ging slapen. 'S Ochtends was Marinette bijna vergeten wat er gisteren gebeurd was. Maar er was iets vreemds aan de hand met haar scherm. Huh? Wat? Dat kan niet. Is dit mijn account? Wow. Er zijn zoveel views. Mijn video ging viral. Hi. Verwelkom Ladybug op het podium. Diamanten knop is voor jou. Oh, bedankt. Dit is allemaal zo onverwachts. Maar het ging best goed. Gefeliciteerd. Laten we een koffer pakken voor onze social media ster. Verf het rood. Een Lego onderdeel verandert in een handvat. Als ze mijn bagage verliezen, maak ik een video over hen. De hond heeft weer iets omgestoten. Oh nee, is mijn vlucht vandaag? Ik moet zo snel mogelijk me klaarmaken. Ik ben te laat voor mijn vlucht. Oh, ik was nauwelijks in staat om het te ritsen. Omkleden snel. Ik heb het. Ik moet rennen. Wacht, vandaag is het de 14e en mijn vlucht is op de 15e. Ik was slaperig en raakte in de war. Oké. Nu is het de beurt aan Harley Quinn. Ga sneller. Ja, ik hou van Instagram. En de outfit is vervangen door een lange jurk. Wat als we het korter maken? Zwaaien! En veren van exotische vogels versieren de onderkant. Wat een extravagante look. Veel mensen op Instagram zullen het geweldig vinden. Harley heeft Jokey ontmoet in een café. Harley vertelt haar alles over haar week, maar Jokey luistert niet. Ze was druk bezig met een nieuwe app. Hey. Kijk er zelf maar eens naar. Het is super cool. Oh, wow.
Ik wil ook een account maken. Yes! Harley is al 3 jaar actief lid van Instagram. Nou, de volgers zitten te wachten, maar ik heb een spiegelselfie nodig. Door de verkeerde hoek of slecht licht ziet de selfie er slecht uit. Oh, wat moet ik doen? Dat klopt. Wat synthetische vulling hier en hier. Ja, mijn heupen lijken groter, maar het ziet er geweldig uit. Maak je klaar, volgers. Ik ga iets geks posten. We hebben deze houten spiezen nodig. Bedek de standaard met een TikTok-print. Zet het statief vast en zet er een nieuwe smartphone op. Mavis heeft haar telefoon altijd bij zich, maar ze houdt hem de hele dag vast en dat is moeilijk. Ouch. En hem op de verkeerde plek leggen is geen optie. Hij valt altijd naar beneden. Wat gebeurt er, Mavis? Huh? Het is mijn telefoon. Ik kan hem niet vastmaken. Dat is het? Oh, kijk. Ik heb een cool statief. Yes. Wauw, maar je zet hem niet zo neer. Bedankt, pap. Ze kan blijven dansen. Yay! We hebben dit Ziploc zakje nodig voor de koffer. Lalilu geheim. Als je een telefoon aan een touwtje hangt en om je nek draagt, laat je hem nooit vallen. Harley en Joker zijn aan het relaxen op het strand. Harley wil overal foto's en video's van maken. Oef, wacht even. Ik ben moe van het slepen met al deze dingen. Er is een lege lounge stoel. Neem plaats en ontspan. Joker ging zitten en ontspande. Oh, laat me gewoon slapen. Maar Harley laat hem niet slapen. Laten we een foto maken. Ik wil zwemmen met de zwemring. Neem dit waterdichte hoesje, zodat je je telefoon niet verdrinkt. Ze kreeg een paar coole foto's, maar de telefoon viel in de zee. Oh, bedankt Joker. Het hoesje heeft al onze foto's gered. Nu kan ik doorgaan met plezier maken. Knip een paar ringen uit een witte map. Wauw, de slinger is zo helder. Stop hem er maar in. Dit ringlichtje is klaar om te stralen. Mavis maakt de hele tijd TikToks. Er was een storm buiten en Mavis probeerde de bliksemflits te vangen. Maar het lukte haar niet. Oh, kon ik het vergeten? Ik heb een ringlichtje. Ik hoef niet meer op de bliksem te wachten. Mavis maakte een video. Ze deed de lamp uit en ging op het bed liggen om het te bewerken. Een doorzichtige dop en slijm. Dat is een geschikte combinatie voor een milkshake. IJsbolletjes met een berg toppings. Overgoten met siroop en hagelslag. Deze milkshake is een grote hit in ons café. Harley en haar broer gingen op zoek naar de lekkerste milkshake. Hi. Breng ons de beste. Het zal gedaan worden. Yes. Thank you. Wat is dat? Het ziet er niet cool uit. Ja, het smaakt niet lekker. Voilà, nu zijn dit gekke cocktails. Dat is veel beter. Yes. Ik zal een paar foto's posten op Instagram. We hebben lege onderdelen nodig voor een GoPro-camera. Een krachtige lens met extra bescherming. Om de handen vrij te houden, draagt Ladybug haar camera op haar hoofd. De straten van Lalitown lijken vredig. Maar wat is dat? Hogsmeade verstopt zich daar. Hij is iets van plan. Het romantische afspraakje is niet goed afgelopen. Het stel rent in doodsangst weg.
Het is tijd om deze waanzin te stoppen. Oké, wat glitter. Ik voel me raar. Het is tijd om weg te gaan. Dit zal opgeblazen worden en ik heb zoveel likes en views. Ik heb mijn niche gevonden op YouTube.